So vandag gaan 'n draw my life wees. Ja. Ek gaan my lewe teken. Sien jy nog wat maklik is? Ek het 'n klein boekie hierso. So. Maak kyk vir 'n bietjie paar. Ja. So, ons almal begin uit in julle weet wel. Het allemaal begin uit in ons maas maag. Ja, dit is nog wel baie om te leren. Dan gebeurt het magical. Dan gebeurt het baie magical. Dan kom die mooie ding uit. Dan kom jy uit. Ja, ek is nogal stadig in teken, jy weet. So, ek moet net een mooi beekie maak, sit op 'n beekie gelê of kos. So, dan kom jy uit. En jy weet wat, die dag wat ek ouer geraak het, ek het altyd 'n speelding gehad, en ek het nog steeds. Sy is my anderste beek van my. Ek is so gelukkig. Want ek het een speelding wat jylle seker al in my video's gesien het. Dit is een hasie. Nee, een skapie, sorry. En op school, die eerste dag van school, was erg vir my. Ek was swaar seer. Omdat dit die baie slag gebeur het. Die eerste dag van school, het die kinders my gespot. Omdat ek een speelding saamgevat het. En het was erg. Jy weet, Amorok, het is een amokruiseer in die school. Okay. So, toe ek, het nog nie rede vertel het, maar toe ek 3 was, ek dink, toe was ek so hartseer. Jy weet, ek was nog nooit hartseer in my leven nie. En toe kreeg ek dat hartseer. Toe ek uitgevind het, dat ek het gesien dat hulle my speelding in die grond vastgesit het. Ja. Ek het drink, sy is letterlijk om te nooit terugkom nie. Ek was so hartseer. Ek hoop jylle kan dit sien, maar nie daar wat ek al gehaak het. Graad 1 was baie lekker vir my. Ek het baie vriende gemaakt, soos in baie vriende. En vyf my vriende het my gespot. En drie gaan verby. Ja. En soos goede voorbij gaan, gaan liefde voorbij. Ja. Ek het so met 'n paar kinders gespeel op school. Het was lekker, you know. Open the guides en my lekker goeders. En especially my vriend, my bestie vriende. Ons was letterlijk in love. Ons het ook gehad. Hashtag cool code. Ja. Hashtag cool code. So as jy kan sien, ons was in love. Dan het ek 2 ander sinkje vrienden gehad. En hashtag cool code. In groot 2 was goede paard tragic. Ek het terug zwolte gegaan. Ek was bezig om te swem. Toe breek slachte nie uit. Groot 2. Dit was rarig wat er vir my om my te vind het. Het is harder om oor te dink.
så sitt svar till han inte. Det är svar till. Så en råd du gör. Och så var det bra som nu måste jag bara ha. Men han var smiley. Så hade jag alles was fine. Jag kan inte veta för dig. Jag kan inte veta för honom i studio. Nå slagte des. Da slagte des i dig. Tuk te kijk. Okay, sorry. Det var så hardt sier om det en halv til bedre til han med. Det har blitt riktig. Men man har meg bare en slags ting som ikke gjelder ikke noe av. En slechte die was, maar pas weer een paar ochtend. Hij heeft weer kanker gehad. Toen 17 jaar later, toen gaan mijn oma dood. Zij was... Ze had een lekker leven gehad, maar... nog wat slecht en goed is het gebeurd. Toen was ik een gelukkige vrouw. Dat hij een loving en caring familie gehad heeft voor. Maar dat was ook echt de meeste die we gesteld door de story. Dat was naar ons toe. Ze zijn niet binnen gehad. Toen zijn we $10 later. Ja. $10 later toen. Een side word. Replanta. Er is hartseer teenoorgesteld hoe die lewe is. Al die lewe is een groot misdaad. Groot mistijk. I mean, hier moest nooit gebeuren, het die. Alles was net maar goed. Mistijk. Nee, niks van hier moest gebeuren, het die. Toen gaan we zo mijn neefje toe en dit is de eerste keer dat ik begin YouTubing doen. Het is wel eens lekker voor mij om te leren YouTubing. Want het is lekker. En ja... En ek het goeie nuus op die einde van hierdie video, wat in trend nou is. So hierdie is my kamera wat ek gebruik, was ek besig om video's te maak. En, so dit is exact dit op my laag. En so, die goeie nuus is, ek het 'n oupa gehad wat nooit ooit eers kon sien nie. So, dit is my oupa wat oorkom vanmôre is. Ek is so gelukkig. Ek is so gelukkig omdat dit ging gebeur. So, dit is exactly draw my life of teken my lewe. En dit is lekker om goeders te doen saam met my familie en alles. En ek is gelukkig dat ek my oupa kan sien. Dit is my pa. Sy pa. My ouma, my ma se ouma en oupa. I mean, sy ma en pa is dood. So, dit is maar net die einde van hierdie story. En, ja, so dit is dit.
geef de video een thumbs up als jullie dit gelijk hebt. En als je niet van levens hou nie, do not even think about touching that button. Oké, wel, zien jullie in de volgende video. Bye.